zag ik laatst een oude foto met drie kinderen in een kring. Broer, twee zussen op die foto en maar draaien in die kring. Zusje eruit, doet niet meer mee. Kring die draait door, nu met z'n twee. Eén aan de kant, uitzondering. Maar dan ineens terug in de kring. Kijk ik naar die oude foto, denk ik, is het niet frappant. Toen die drie nog kleuters waren, stond nog niemand aan de kant. Broertje eruit, doet niet meer mee. Kring die draait door, nu met z'n twee. Eén aan de kant, uitzondering. Maar dan ineens terug in de kring. Kijk ik naar die oude foto, klopt dat beeld allang niet meer. Want die kring van drie personen geeft de werkelijkheid niet weer. Die kring die draait maar door, groot of klein, hij draait maar door. Kring in schijn, hij draait maar door. Altijd maar door. Interesseert me maar één ding. Wie trekt er toch aan de touwtjes? Stelt de regels in die kring. Broertje eruit, zusje erin. Zusje eruit, broertje erin. Samen is nu uitzondering. Iedereen draait zijn eigen kring. Die kring die draait maar door, groot of klein, hij draait maar door. Kring in schijn, hij draait maar door, altijd maar door. Die kring die draait maar door, groot of klein, hij draait maar door. Kring in schijn, hij draait maar door.